Goedemiddag. En gelijk een leuk bruggetje vanaf het journaal. Hoe objectief is de NOS eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, hoe kun je dat bepalen? Dat vroeg ik me gisteren af tijdens het kort geding... rond de intocht van Sinterklaas... toen de advocaat van actiegroep Majority Perspective de rechter vroeg... om de verslaggevers van de NOS uit de zaal te verwijderen. Ze worden namelijk net als de NTR en de gemeente Zaanstad... waar het kort geding tegen diende, van overheidsgeld gefinancierd. En daarom zou ze geen... Objectieve berichtgeving kunnen doen. En ook wil de activist Michael van Zijl niet met de NOS praten, want zij zijn de tegenstander. Ja, op het gevaar af dat het een wij van WC Eend adviseren, WC Eend verhaaltje wordt, want niks heeft natuurlijk meer de schijn tegen niet objectiever te zijn dan iemand die betaald wordt door de publieke omroep, die op een radiozender van diezelfde NPO letterlijk vijf meter van de nieuwsredactie van de NOS gaat roepen: hoe fijn en objectief de NOS toch is en wat voor leuke de mensen toch allemaal werken en hoe lekker. Door wat Wiggits vandaag ruikt. Maar toch uh, wil ik een poging doen. te kijken hoe objectief de NOS is. Kijk, het is niet dat ik vind dat journalisten niet kritisch bekeken mogen worden. Want wat zij schrijven, verkopen ze als de waarheid. Dan is het heel goed om te kijken hoe die waarheid ontstaan is. En uh, het gebeurt de afgelopen jaren ook steeds meer. Als Kuifje nu gepubliceerd zou worden. zou hij om de drie pagina's moeten uitleggen. wat zijn politieke voorkeur is. en wie er allemaal voor die verre reizen betaalt. en voor welke krant schrijf je überhaupt Kuifje? Laten we het daar eens over hebben. Alleen vroeger betekende objectiviteit dat beide kanten zich wel in je berichtgeving konden vinden. Dat het een ongekleurde objectieve weergave van de feit is. Inmiddels is objectiviteit een argument dat beide partijen gebruiken als ze boos op je zijn omdat ze allebei vinden dat je te veel het standpunt van de tegenstander zou belichten in plaats van aan hun kant te staan. Anti-zwarte-piet-organisaties eh, willen niet met de NOS praten... omdat zij behoren tot diezelfde NPO... die racistische blackface-stereotypes op de tv brengt. En pro-zwarte-piet kijkt op ze neer omdat ze behoren tot diezelfde NPO... die met roetveegpieten hun linkse goodman-ideologie wil opdringen... benen van onze belastingcenten. Google op NOS niet objectief en je komt zowel de stelling tegen vanuit rechtse de post online dat de NOS een linkse propagandamachine is, en van de linkse Rob Wijnberg van de correspondent die de NOS een spreekbuis van onze overwegend rechtse regering vindt. Daar valt maar één conclusie uit te trekken. Als beide kanten ontevreden zijn, dat de een je rechts vindt en de ander te links, dan zul je wel objectief zijn.